in. Als een doofbond het wil. Wordt het met mijn mobiel. Ja. Met André, goedenavond. Goedenavond André, met Radio Lelystad. Dag, goedenavond. Wij vragen ons af waarom jij thuis bent. Ja, omdat ik thuis ben. Ik wil een dagje vrij zijn. Oh. Nee, maar we dachten je bent uitgenodigd voor de première van Michiel de Ruiter. Ja, nee. Helemaal. Nee? Nee. Maar ik heb wel twee kaarten besteld. We gaan er zaterdagavond heen. In de voorstelling van 7 uur. Ja, okay. Jij zit er helemaal op te wachten hoor, ik zeg. Ja, geweldig. Ja, heb je ook gefigureerd of niet? Wat zeg je? Heb je ook gefigureerd? Ja, ik heb in Lelystad gefigureerd een dag op het Markermeer. Oh, oké. Okay. Ja, dat was geweldig om te doen. De houtsplinten zitten nog in mijn oren. Ja, ben je ook wel? Ben je ook overboord gegooid? Nee, ik ben niet overboord gegooid. Maar wacht even, nu ga je ons vertellen. Je speelt in de film. Nee, gefigureerd dan? Ja. En je heet De Ruiter? Ja. En je wordt niet uitgenodigd voor de Lelystadse première? Nee. En wat, vond je dat zelf ook vreemd? Het moet vanzelf komen, maar ik heb er niks van gehoord. Dus, wat raar, want wij zaten eigenlijk een beetje te brainstormen, want we wilden net even theater bellen, maar dat kregen we niet aan de lijn. Nee. En toen hadden we gezien, het had eigenlijk wel leuk geweest als alle de Ruiters in Lelystad gewoon uitgenodigd waren geweest voor de première. Ja, toen hadden we gevraagd, wil meneer de Ruiter opstaan? De echte. Ja, de echte meneer de Ruiter. Ja. Nou, maar goed, maar je hebt wel meegespeeld. Was het een leuke ervaring? Ja, hele leuke ervaring. Ja, helemaal. Even kop door de bocht. Ik ben zelf oud-marinier. Oh. Ja. En Michiel de Ruiter, dat is eigenlijk de oprichter geweest van het huidige Korps Mariniers in 1665. Dus ja, er zit vandaag ook een stukje bij van de korpsgeest die erin zat. Er hebben heel veel mariniers aan meegespeeld als figurant. Oké. Okay. Hier is de Michiel de Ruiter van Lelystad, Wim Botter. Ja! Goedenavond. Hey Wim, goedenavond. Wim, we hadden eigenlijk gedacht dat jij voor het suffertje van jou gewoon bij de Red Carpet première was in de Agora om een prachtige reportage te maken voor het krantje. Ja, eigenlijk wel, hè jongens. Maar waar ben je dan? Nou, ik zit gewoon lekker thuis. Thuis? Luisteren. Ja. Je bent de man van de high society. Ik ben niet uitgenodigd, jongens. Ah, dat meen je niet, Wim. Nee. Maar ja, jullie zijn er ook niet, toch? Nee, wij hebben een radioprogramma. Maar dat kan je toch wel voorstellen. Nou, maar... We worden nergens voor uitgenodigd. Dit is weer natuurlijk zo'n gemiste kans. Want dit had gewoon groot aangepakt moeten worden, toch? Ja. Ja, natuurlijk. Hier had je toch... grote première, rode lopen. Al is het dan voor een goed doel, hè? En maak die kaartjes een beetje prijzig. En er zijn genoeg mensen die daar naartoe willen gaan. Mm. Maak het spectaculair. Ja. Maar wederom een gemiste kans. Ja, we dachten... Mooie film. We dachten, we bellen even met de Agora. Misschien niemand neemt ook op. Nee, weet je. Ik hoorde van een collega van mij bij de politiek. Want in principe was het allemaal door de Rotary opgekochte kaartjes. Hè? Voor een doel. Mm. Maar er bleken toch nog wel kaarten te koop te zijn voor €15. En ik ken wat mensen die dus kaartjes gekocht hebben. Maar ja... Weet je, hetzelfde als toen met de Nieuwe Wildernis. Dat had ook groot in Lelystad opgepakt moeten worden. Geen première in Amsterdam, in Concertgebouw, bla 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 bla. En nu hetzelfde eigenlijk. Het is zo jammer. Ja, het is het net weer niet, hè? Het is het gewoon niet. Klaar. Wim, we hebben het vorige uur gebeld met een Michiel de Ruiter uit Lelystad. Ja. Die was niet eens uitgenodigd. Nee, dat bedoel ik. En die heeft geacteerd in de film. Nou ja, ik ken een heleboel mensen die meegedaan hebben in die film. Die gewoon niet uitgenodigd zijn. Yeah. En dat, waar die fout ligt, weet ik niet. Maar ik vind gewoon, daar had iemand op moeten staan. En daar had een groot grandeurfeest moeten zijn. Ja, klaar. Ja. En jij had daar moeten staan met de microfoon. En al die mensen die de rode lopen. En die had je moeten interviewen. Juist. Dat je live verslag gedaan vanavond hier. Ja. Was geweldig geweest. Nou, dat niet alleen, maar je had er gewoon iets heel leuks van kunnen maken. Ja, regionale tv erbij, hartstikke leuk, man. Nou, weet je, en nu natuurlijk, het komt wel in de krant. En volgende week schrijven we in de krant dat het een hele leuke film is, een leuke première. Althans, dat zal ik er niet bij vertellen, want ik moet wel eerlijk zijn. Maar er wordt wel aandacht aan gegeven, maar dit had veel groter aangepakt moeten worden. Mm, absoluut. Dus wederom een gemiste kans in Lelystad. Oké. Okay. Nou, het zijn toch wel kritische woorden, Wim. Nee, maar dat is gewoon zo, klaar. Mm. En ik vind het gewoon heel dom dat dit zo is neergezet. En waar het vandaan komt, weet ik niet. En juist, ze willen zoveel mensen erbij betrekken. Ze willen horeca betrekken bij alles. Had er een feest omheen gegeven. Mm. Had op het plein wat moois neergezet. Wat te maken heeft met die film.
Ja, uit moeten pakken vandaag. Ja, stuntmannen die met elkaar met zwaarden... Ja, weet ik veel. Gewoon, Maarten, wat daar had die Batavia voor je naartoe gesleept. Nee, maar mensen met een beetje fantasie kunnen daar wat in. Maar Willem Vos zal toch wel uitgenodigd zijn, hoop ik, hè? Geen idee. Ik weet het totaal niet.